Voor al onze abonnees, weer leuk dat je weer kijkt. Nog niet geabonneerd? Klik even op de knop hieronder en dan ben je de volgende keer direct op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op caravan- en campergebied. Dit keer aandacht voor de Hobby Excellent 540UL modeljaar 2021. Goed. De 540UL Hobby is een caravan met twee enkele bedden en al een wat grotere variant uit het programma. Want we kennen de Ontour 460DL, we kennen de 460LU, we kennen de 495UL, maar dan hebben we ook nog het grote broertje, de 540UL. Nou, dat zie je aan het mooie formaat wat deze caravan heeft. Wat die extra te bieden heeft, laat ik je dadelijk zien. Laten we eens beginnen met de voorzijde van het voertuig qua techniek. Om te beginnen qua rijtechniek is er sinds het nieuwe modeljaar een nieuwe koppeling gekomen. Dat is de Knot anti-slingerkoppeling. Hij doet eigenlijk het gelijke als zijn voorganger, de Winterhof WS3000. Het stabiliseren van de slingerbeweging en het doordeinzen. Alleen het grote voordeel is, dit is nu van dezelfde fabrikant waar alle andere chassiscomponenten bij Hobby van zijn. Dus alles van één leverancier. Nou, een neuswiel met een kogeldrukindicator is inclusief en een mooie kunststof afdekking op de dissel. De disselbak zelf is uitgerust met een klep die zo naar voren en vervolgens omhoog gaat. Dat is erg voordelig op het moment dat je een fietsendrager wil plaatsen. Dat kan zeer eenvoudig. Als ik mijn cameraman even om laat draaien, dan zie ik daar een, op de dissel ook een eentje zitten. Dan kun je zien hoe dat geplaatst kan worden. Kijken we even terug hier naar die disselbak, dan vinden we daar ruim voldoende ruimte voor het plaatsen van twee grote gasflessen. Mooie wand- en voetbeugels daarin. Keggen om de wielen te blokkeren, een ophangpunt voor je slinger. En de standaard een verrijdbare vuilwatertank. Kunststof bodemplaat, dus kan een beetje nat worden zonder dat het meteen gaat rotten. Goed. Deze 540UL staat standaard op lekkere, stabiele, verzwaarde uitdraaisteunen. Sinds het nieuwe modeljaar is een toepassing gekomen van een extra groot serviceluik. Het vorige luik was een 70 centimeter en we zijn dus nu naar een luik toe van 1 meter. Ja, ideaal natuurlijk voor het beladen van de grotere spullen als tafel en stoelen onder dat enkele bed voor in de wagen. Belangrijk met zo'n groot luik wel eens even altijd goed op de hoeken aandrukken voor het sluiten. Dan hebben we hier het cassette toilet in het midden, uitgerust uiteraard met een trolley, zodat je ook eenvoudig het spul kan wegbrengen zonder je er een breuk aan te tillen. Lopen we nog even voorbij de deur, dan vinden we nog wat techniek aan de achterzijde. We hebben hier te maken met de verswatertank, 25 liter, van buitenaf vulbaar en af te sluiten met een slot. En we hebben te maken met de Excellent, heb je standaard het voordeel van een buitenstopcontact met de tv-voorbereiding. Nou, fraaie toegangsdeur, raampje, goede led buitenverlichting. De deur is wat breder, uitgevoerd als in het verleden. Heeft een mooi extra driepunts sluitsysteem. Een goede beugel om de deur mee open en dicht te bedienen. En er is standaard een afvalemmertje, verwerkt zelfs met een stofferen blik in de klep. De toegang is nog een keertje af te schermen met een plissé hoordeur van onder tot boven. Behoort allemaal tot de standaard uitrusting van deze caravan. Nou, het in- en uitstappen wordt vergemakkelijkt door een mooie beugel, een stevige greep, die het makkelijk even wat ondersteuning geeft bij het in- en uitkomen. Kijken we direct bij de ingang, dan zien we het mooie bedieningspaneel. Daar kun je de diverse lichtfuncties van deze caravan mee aan- en uitschakelen. Daar kun je je boiler mee in- en uitschakelen. Zou je kiezen voor de optie van een vloerverwarming, zit ook de schakeling daarvoor. En natuurlijk ook je waterniveau is uitleesbaar. Nou, je voorkeursinstelling van de verlichting, die kun je opslaan middels de diskettenfunctie. En dat is helemaal handig als je weet dat sommige van de lampen ook nog eens een keer door het ingedrukt houden van de druktoets gedimd kunnen worden. Sla je dat op, heb je je favoriete ambiance. En met één druk op de knop is alles weer terug opgeroepen bij je thuiskomst. Deze Excellent heeft vanaf dit modeljaar een nieuwe bekleding gekregen. Dus als ik een beetje omschrijven moet, hij heeft een wat grijzige bovenlaag, maar met een mooie jeans afwerking op de zitting en de rugleuning. En dat blauwe komt ook terug in de overlapjes van de vitrage. Ik moet zeggen, ik vind het een erg chique, maar toch ook wel weer frisse bekleding. Kleurt erg mooi bij de hoogglanspanelen en het werkblad van de tafel en aardigbladen met een natuurstenen print. Dus een sfeervol geheel.
bovenkasten. Die zijn standaard uitgerust met een soft close in deze uitvoering. We hebben onderbergkastjes met aflegruimte. We hebben zeer veel verlichting, want we hebben hier bovenlangs verlichting lopen. We hebben hier achter de kovenlangs verlichting lopen. We hebben mooie leespotjes met een nachtstand. En we hebben indirecte verlichting in de hoeken. Nou, het is een voordeel van de 45 ten opzichte van de kleinere broertjes met enkele bedden is dat hij een wat grotere zithoek heeft. Hij is wat royaler. Dat is natuurlijk lekker met het onderuit zitten of als met wat grotere groepen gelegenheden hier zitten. Dat is natuurlijk ook het voordeel met een grotere tafel. Dan kun je dan prima met z'n allen eten of spelletjes spelen. Leuk, die tafel is op wieltjes geplaatst. Dus je kan hem daardoor heel makkelijk roteren zonder dat alles van de tafel omkukelt. Of even plek maken om uit te schuiven. Deze zitgroep die kun je uiteraard ombouwen tot weer een lekker royaal tweepersoons bed. Keukenblok van de 540 is anders bij de kleinere modellen niet aan de voortent of luifelzijde, maar aan de achterzijde van het voertuig. Nou, dat is een keukenblok voorzien van een mooi driepits gasfornuis met een grote wokbrander, een kleine brander en een medium grote brander. Met uiteraard ook een elektrische ontsteking voor het gemak. Geen gehannes met lucifers en dergelijke. Daar is ook hier de verlichtschakeling, een USB-contactdoos en twee extra stopcontacten in de keuken. Erg praktisch. Heeft twee bovenklepkasten en nog eens een keer een middenconsole. Afsluitbaar met het rolluikje. Nou, vrij verlaagd plafondje. LED-spotjes erin. Ook hier een mooie LED-strip. En een natuurstenen, ook weer print afwerking op als een spatrand achter de keuken. Om het allemaal hygiënisch te houden. Breed ladenblok. Drie laders. Bovenste is natuurlijk uiteraard deels ingericht als een bestekladeninleg. Daar vind je trouwens je gaskranen. Nou, nog wat extra ruimte overgelaten. En dan twee mooie diepe lades voor pannen en voorraad. Nou, daarbij het voordeel dat deze lades allemaal middels een transportsluiting goed te vergrendelen zijn voor het rijden onderweg. Mag natuurlijk ook niet ontbreken aan een goede koelkast. En die zit hier zeker in. We hebben het hier over een Dometic 150 liter slimtoren koelkast. Echt een mooi hoog model. Staat ook wat van de grond af. Dus het is erg ergonomisch op die manier te bedienen. Kijk, op deze manier heb je ook ruimte tot een heel groot vriesvak. Vriesvak is overigens een beetje, die is uitneembaar. Mocht je dat gedeelte niet willen gebruiken als een vriezer, maar gewoon meer koelcapaciteit willen hebben, haal je hem eruit, kun je daar nog wat meer in kwijt. Onderin een lade te vinden. Deze koelkast die werkt op 12 volt achter de auto. Op 230 volt met een stroomaansluiting op de camping. Of te gebruiken op gas wanneer je vrij staat. Nou, je ziet misschien al even een beetje aan mijn ogen. Ik zit wat te knijpen, maar dat komt omdat er zit een lekker groot dakluik in en het zonnetje staat op mijn kop te branden. Dat dakluik dat is zelf te bedienen middels een hendel. En op die manier kun je de nodige ventilatie verzorgen. Of je kunt jezelf even een klein beetje inderdaad de zon uit de ogen halen door de verduistering. Al dan niet de hor dicht te trekken. Praktisch ook dat deze boven het woongedeelte bij de keuken zit. Dat geeft ook een mogelijkheid om hem te gebruiken als een natuurlijke ventilatie bij het koken. Dan hebben we nog een extraatje bij dit grotere model ten opzichte van zijn kleinere broertjes in de vorm van het kastje, dressaartje bij de ingang. Nou, praktisch natuurlijk de extra bergruimte onder het kastje. Altijd handig. Maar dit is ook mooi als een stukje afzet voor een waterkoker, koffiezetapparaat. En de ruimte daarboven kan nog ideaal gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het ophangen van een tv-arm. En op die manier je arm, je tv naar je zithoek te kunnen trekken. Of met een wat grotere arm zelfs door te kunnen draaien. Zodat je vanuit je slaapkamer zo naar het tv kan kijken. Bovenin een leuke vitrinekast met ledspotjes. Achter dit alles bevindt zich de midden toiletruimte. Nou, die midden toiletruimte heeft ook een nieuw, mooi, helder klein dakluikje. Dus voor de nodige lichtval daarin bevinden zich erg veel spiegels in. Nou, dit zijn twee spiegeldeuren aan de achterzijde. Een spiegeldeur hier opzij. Daar zit ook de stopcontact in verwerkt. En natuurlijk ook de nodige verlichting hier rondom afgewerkt. Jezelf goed kunt bewonderen. Mengkraan. We hebben te maken met een 5 liter elektraboiler. Dus ook warm watervoorziening is aanwezig. En de nodige bergkasten daaronder. Dan hebben we verder nog in het midden van het voertuig een dubbeldeurs hangkast. Zo. En daar zit ook eigenlijk overigens alle elektronica in. Schakelkast, lekschakelaar met de aardlek en de omvormer te vinden. Met daaronder het verwarmingssysteem. Deze caravan is uitgerust met een Truma
S3002 gaskachel. Die zorgt ervoor dat je in het voor- en najaar er lekker warmpjes bij zit. In je mooie paleisje. Daar zit een ringcirculatie op. Die kun je dus gebruiken om die warme lucht die hier geproduceerd wordt ook rondom door buizen in de wagen te laten blazen. Zodat ook de ruimtes onder je bank en onder je bed en zelfs in je toilet goed worden verwarmd. Voor de zomermaanden hoop je die kachel natuurlijk niet te gebruiken. Maar dan zou je die ventilator alsnog kunnen gebruiken voor een stukje luchtverversing in het voertuig. Nou, de UL. De U staat voor de U-vormige zithoek achterin de wagen. En de L staat voor de twee losse bedden voorin. Nou, dit zijn bedden van een 1 meter... om en bij 1,95 meter lengte. En zijn uitgerust standaard met een binnenveringsmatrassen. Gelegen op een lattenbodem. Nou, in de situatie waar wij hier naar kijken, dan zie je dat er een aantal matrasdelen liggen. Dat komt, deze uitvoering is uitgerust met een extra fabrieksoptie. In de vorm van een uittrekbaar lattenbodemgedeelte. Welke tussen deze twee enkele bedden volledig uitgetrokken kan worden. Dan leg je die matrasdelen hier tussenin. En dat doe je ook door het wegnemen van dit nachtkastje. Zodat het echt één mooi grote matras wordt. Eén grote king size bed, om het zo te noemen. Zo. Nou, verder is het een erg lichte slaapkamer op dit moment. Omdat hij heeft ramen aan zijn weerszijde, aan de kopse kant. En het dakluikje geeft voor de nodige lichtval. Dit slaapvertrek is ook nog eens een keertje af te sluiten. Middels een vouwschermpje voor de nodige privacy. Goed, dat was het voor dit keer. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Wil je wat meer weten? Je weet ons te bereiken. Kannenburg in Almere. We staan je graag te woord en tot ziens.